We zijn natuurlijk niet degene die onze geschiedenis uiteindelijk hebben geschreven. Maar wij zijn wel degene die verantwoordelijk is om dadelijk de toekomst met z'n allen te gaan schrijven. Breda Nu. Op zaterdag 13 juni vond in Breda op het Chasséveld een antiracisme manifestatie plaats met het thema Black Lives Matter. In meerdere steden vinden bijeenkomsten plaats naar aanleiding van de dood van George Floyd. Voor hem werd ook 1 minuut stilte in acht genomen. Met 1500 aanwezigen was de sfeer vreedzaam en heerste er een gevoel van solidariteit. De demonstratie in Breda verliep volledig volgens de RIVM-regels, met de 1,5 meter afstand in acht genomen. Ik vind het persoonlijk heel belangrijk om te luisteren naar advies van RIVM. Dat is heel belangrijk. Corona is geen grap. Het is echt serieus ding. Dus we hebben iedereen echt op het hart gedrukt om afstand te houden. We hebben vrijwilligers vroeg in de ochtend opgeroepen om stippen op de vloer te spuiten, zodat ieder gewoon afstand kan houden, mondkapjes en voldoende insmeren en water meenemen. Dus, en als ik rondkijk, denk ik van nou, ze kunnen heel goed luisteren. Ja, ik was eigenlijk benieuwd om te kijken hoeveel mensen hierop af zouden komen, want ik heb zelf al mijn hele leven te maken met racisme natuurlijk. En het is gewoon wel, ja, het voelde hypocriet om hier niet te staan, zeg maar. Maar wel mening over te hebben en anderen. Ik heb deze opkomst helemaal niet verwacht. Dus ik ben echt helemaal verbaasd. Maar wel heel mooi dat het gebeurd is. En wat voor dingen merkt u zelf in Nederland dat er toch nog dit probleem nog steeds hier is? Nou, echt het meest simpele gewoon voor mezelf. Dat ik overluid die vooroordelen wel zie. Bijvoorbeeld dat ik gewoon ergens in een winkel sta en dat ik word aangesproken door alsof ik personeel ben. Dat ik denk van, oké, ik sta hier gewoon in mijn dagkleding op zich. Ook gewoon boodschappen doen. Maar dat je toch als minder wordt gezien op een of andere manier. En ik denk dat elk donker persoon dat wel ervaart. Het is er gewoon nog steeds. Het kan heel subtiel zijn. Het kan ook gewoon. Ik heb ook vaak genoeg dat ik gewoon, wat doet die kankerneger hier? Bijvoorbeeld. En dan voel ik me toch iets minder welkom, kan ik zeggen. Ik denk dat het tijd wordt. Ja, dat we als witte burgers natuurlijk onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We zijn natuurlijk niet degene die onze geschiedenis uiteindelijk hebben geschreven. Maar wij zijn wel degene die verantwoordelijk is om dadelijk de toekomst met z'n allen te gaan schrijven. Ik denk natuurlijk dat iedereen zijn eigen pad bewandelt in hoe je racisme tegen wilt gaan. Ik denk, als ik dan natuurlijk alleen naar de witte burgers spreek, durf te luisteren. Durf ook je uit te spreken, ook al ben je misschien bang dat je het fout zegt. Dat is niet erg, want daar kan je van leren. En accepteren dat je discomfort voelt bij de situatie waar je in zit, dat is heel gezond. Ja, nou kijk, het gaat hier om niet Amerika, niet Nederland. Het gaat hier gewoon om institutionele en systemisch racisme. Dus dat betekent, het is niet iets wat bij jou te vinden is of bij mij. Er is niemand die van 's ochtends racistisch is tot 12 uur 's nachts. Maar je komt steeds tegen situaties waar racisme bij iedereen aangewakkerd wordt, geactiveerd wordt. En dan voel je dat. Dus het is overal. Het is natuurlijk een moeilijk oplosbaar probleem. Waar zou u zeggen, waar kunnen we starten om dit probleem op te kunnen lossen? Het is zeer moeilijk om op te lossen. En ik denk ook dat nu, dat we niet moeten denken aan een oplossing. Maar we moeten meer kijken naar awareness. Dat we bewust zijn van wat het doet met verschillende mensen. Ik wil graag een liedje met jullie zingen. En daarna gaat de DJ overnemen. En dan mogen we rustig vanaf achteren weg beginnen te lopen. Ik zal zeggen wel thuis. En keep on fighting, man. Alright? Gaan we nog één liedje zingen? Breda Nu.